Allemaal, het nieuwe busstation van Spijkenisse Centrum is klaar. En daarom heet ik u dus in ieder geval heel erg welkom op deze feestelijke en officiële opening. Ik sta hier samen met mijn collega-wethouders, die zich inmiddels een beetje hebben verschanst tussen het publiek. Martijn Hamerslag en Jan-Willem Meijnans. Dit is echt een groot project geweest wat we met elkaar hebben gedaan. En die reconstructie is dan ook een onderdeel van de reconstructie van dit hele gebied. Waar we met het gemeentebestuur hard aan werken en waar we volop in investeren als gemeente. Vanuit afdelingen als projecten, beheer, onderhoud, verkeer en parkeren. Zo hebben we bijvoorbeeld vanuit de afdeling beheer 5 miljoen bijgedragen aan de buitenruimte in dit gebied. En ik wil ook mijn dank, mijn speciale dank zelf uitspreken aan de MRDH, de metropoolregio Rotterdam en Den Haag. En Heijmans uiteraard, die het allemaal hebben mogelijk gemaakt. De MRDH heeft in september 2022 10 miljoen euro bijgedragen aan de herinrichting van het metrobusstation. En Heijmans heeft zowel de boven- als de ondergrond hard aangewerkt om dat wat hier nu staat mogelijk te maken. En ik wil natuurlijk ook alle inwoners en alle reizigers bedanken, want u heeft geduld getoond. En u heeft met ons meebewogen, zodat we dit wat u nu hier ziet mogelijk konden maken. Dus hopelijk viert u de opening van dit mooie busstation met ons mee. En dit metrobusstation van Spijkenisse Centrum is van regionaal belang. Omdat dit station het opstap- en overstappunt is voor alle reizigers. Zij reizen dagelijks vanaf verschillende plaatsen op ons eiland voor de punten naar Rotterdam en ook weer terug. En er is uiteindelijk niet zo mooi als we weer thuiskomen op voor de punten. Maar wist u dat er gemiddeld 760 bussen per dag vertrekken vanaf dit busstation? Het metrostation wordt ook goed gebruikt, maar het scoorde helaas wat laag in de waardering. En onder dat niveau, wat wij, de gemeente in de regio en de MRDH, onze reizigers willen bieden. En de gemeente Miswaard is onderdeel van het verbeterprogramma Ketenmobiliteit. En het programma is van de MRDH, waarin meerdere OV-knooppunten zijn benoemd die laag scoren op het gebied van kwaliteitsbeleving, bereikbaarheid en veiligheid. En met de MRDH hebben we al eerder stations opgepakt. Zoals het station Roderijs in Lansingerland en het busstation in Zuidwijk. En Rotterdam Beurs, een van de drukste metrostations van Nederland, krijgt ook een verbetering. Net zoals we naast het busstation ook een metrostation nog gaan aanpakken. En daar krijgen we hulp van de RET. En daarom zijn we ook als gemeente heel erg blij dat de MRDH heeft bijgedragen aan de herinrichting van dit centrale punt op dit eiland. En ik wil vanaf deze plek, ik weet niet waar die nu staat, mijn voorganger Igor Bal in ieder geval bedanken. Die heeft dit uiteindelijk ook allemaal met de MRDH in gang gezet. En hierdoor wordt het hopelijk nog aantrekkelijker om met het OV te reizen. Zeker met de komst van de Maas-Delta-tunnel. Want daardoor krijgt dit eiland ook een extra verbinding naar Vlaardingen en Schiedam. En ook dat is allemaal tot stand gekomen met hulp van de MRDH. Meer mensen in het openbaar vervoer is uiteindelijk goed voor de bereikbaarheid van onze regio. En het draagt ook nog eens een keer bij aan duurzame mobiliteit. Dus zoals ik al zei, de opleving van dit busstation is één van de stappen die we zetten in een grotere gebiedsontwikkeling van Nissewaard. Vanuit het programma Nissewaard naar 2040 richt de gemeente zich op het verbeteren van de omgeving op het gebied van wonen, werken, leren en bereikbaarheid. En in het kader van bereikbaarheid is het gebied rondom metrobusstation Spijkenisse Centrum daarom een belangrijk ontwikkelgebied. En die reconstructie van het busstation, die is inmiddels afgerond. En ook de nieuwe van Puttenweg is enorm verbeterd. Nou, dit vergt heel wat uitdagingen om de buurt hier bereikbaar te houden, om het station open te houden en de bussen te laten rijden. En terwijl het hele gebied op de schop ging. Nou, welke uitdagingen daarvoor nodig zijn geweest, daar kan Matthijs, regio-directeur van Heijmans, meer over vertellen. Dus... Ja, de uitdaging die wij hadden, dankjewel, is dat ook Heijmans ook het woord krijgen. En ik denk, nou, daar ga ik wat vertellen over hoe ingewikkeld bouwen allemaal is. Ik zou toch even terug willen gaan, want voor ons begon het in 2022. Vanuit daar welke stappen wij hebben genomen als Heijmans om te komen tot de opening van het busstation vandaag.
In 2022 begon het voor ons eigenlijk met een uitvraag, een zogenaamde tender, een aanvraag, een prijsaanvraag en dat heette een beste prijs-kwaliteit verhouding. En daarin werden wij als Heijmans geselecteerd om samen met de opdrachtgever gemeente Nistelwaard en nog wat andere partners in een bounty deze hele gebiedsontwikkeling te realiseren. En in die beoordeling, nogmaals met een mooi woord tender, hebben wij een aantal schitterende cijfers mogen ontvangen. En hieruit bleek ook dat de gemeente het volste vertrouwen had dat wij dat succesvol gingen uitvoeren. Een aantal thema's waren nogal belangrijk voor de gemeente en alle partners. Dat was onder andere de samenwerking en hoe wij de organisatie zouden optuigen. Hoe wij de planning en fasering zouden maken en hoe wij met omgevingsmanagement zouden omgaan. En die cijfers, daar kon je vroeger mee thuiskomen, zeg maar. Wij werden vooral ook gewaardeerd dat wij een goede planning en fasering hadden bedacht om de omgeving, de reizigers en iedereen die hier loopt te ontlasten. Tevens hadden wij hoge ogen gegooid dat wij met het feit dat wij vanuit de tenderfase het hele team mee lieten lopen naar bouwteam en uitvoering, waardoor er eigenlijk een ideale samenwerking ontstond met de partners, maar ook geen informatie verloren ging tussendoor. Last but not least krijgen we ook voor de omgevingsmanagement hoge ogen, omdat wij met de omgevingsverbinder aan de slag gingen en die liepen ook mee van bouwteamfase tot en met de uitvoeringsfase. Maar we waren natuurlijk erg blij met die cijfers, dus bij ons op kantoor ging er een gejuich op toen we het aannamen, maar daarentegen schept het ook meteen verwachtingen. Samen met gemeente Nistelwaard, Echo Urban Design, Ontea Groep, HDK Architecten en Brink Management zijn we aan de slag gegaan en zonder die prettige en open transparante samenwerking hadden wij niet gestaan waar we vandaag staan. Na het winnen van die tender en het doorlopen van het bouwteam zijn wij in maart 23, eigenlijk al 1,5 jaar geleden, begonnen met de Ruwaard van Puttenweg. En dat heette bij ons toen fase 1 tot en met 4, technische term voor een planning. En langzaam gingen wij vanaf juli 23 fase 5 tot en met 8 in. En gingen wij van het parkeerterrein naar de busbuffer en de herinrichting van het metrostation. Nou, de werkzaamheden die je heeft kunnen zien, ik zie veel mensen, reizigers, omgeving. Nou, wij kunnen daarvan genieten en wij hopen maar dat jullie er zo min mogelijk last van hebben gehad. Dus dat wij hebben konden voldoen aan het vertrouwen wat wij hebben gekregen van de gemeente en de beoordelers van onze plannen. Nou, werkzaamheden waar wij goed in zijn, dat was van grondwerk, rioleren, verlichting, van alles hebben we hier gedaan, heel divers. Hebben we samen gekeken hoe kunnen wij zo energiezuinige lampsystemen, LED-verlichting aanbrengen. Hoe kunnen we zoveel mogelijk materialen hergebruiken in asfalt of in funderingen. En met een ideale planning en een ideaal ontwerp konden wij dat realiseren. Nou, nogmaals hopen we dat mensen die hier allemaal zijn en staan, reizigers, omwonenden, gemeenten, partners, zo min mogelijk last hebben gehad van onze werkzaamheden. Als dank hiervoor, en volgens mij gaan we dat zo meteen ook nog openen, hebben wij de gemeente Nistelwaard een Bijmans wang geschonken. En dat vergt enige uitleg. Wij als Heijmans hebben ook een bouwpoot en die hebben tiny houses en die heet de Heijmans wang. En een mini variant daarvan is voor insecten en bijen. En wij vonden het wel zo toepasselijk om deze te schenken in deze omgeving. Om een meer natuurlijke uitslag te geven in dit gebied. Nu openen we het busstation. Die gaan we echt openen en dat doen we met behulp van Marian Overgouw. Zij werkt al 25 jaar in het openbaar vervoer en sinds 2018 bij EBS. En volgende week is haar laatste week op het werk. En daarom is het extra bijzonder dat zij symbolisch dit mooie busstation opent. Dus Marian, jouw beurt. En ze rijdt daar tussen de ballonnen door. En daarmee is dan het officieel geopend.